Onderweg naar Netherlands SMP. SMP. Ik weet eigenlijk niet hoe we het uitspreken, maar onderweg met het vliegtuig naar het land om lekker te gaan survivalen. Ik heb er zin in. Het wordt fantastisch, het wordt een feest. Ik heb mijn roleplay al helemaal uitgedacht en ja, het wordt denk ik een mooi avontuur. Beste inzittende. Wat? En dan bedoel ik enkelvoud, want de rest is al lang aangekomen in Netherlands SMP, Kevin. Je bent de enige die er nog niet is. Hier een mededeling vanuit de cockpit. Wij zien wat rare lampjes en meldingen op ons dashboard en we weten niet zo goed of we nog wel aankomen. Huh? Dus, waar gaan we nou naartoe dan? Zet je schrap? Hè? Moest ik dat doorgeven, kapitein? Ja, maar dat gaat niet helemaal goed volgens mij. Hoezo een noodland? Oh shit! Oh nee, wat gebeurt er? Oh nee. Volgens mij zijn we aan het dalen. Volgens mij is er een motor... Oh god. Oh, waar gaan we terechtkomen? Ik heb geen idee. In ieder geval niet. Netherlands SMP. Hey kijkers van One Public, jullie kijken naar deze nieuwe Minecraft Survival aflevering. Een gloednieuwe serie op een gloednieuwe server waar ook jullie kunnen gaan meespelen. Maar ook andere beginnende creators en ook mensen die helemaal losstaan van YouTube. Maar gewoon lekker een gezellige Minecraft server zoeken. Dat is deze server. Dat is een iets andere server dan normaal. Hij is custom generated. Dat zie je wel een beetje aan die bomen. En er zijn dus ook blijkbaar custom caves. Waarin je dus best wel goede loot kan vinden. Hoe dat zit weet ik nog niet precies. Maar goed, het is dus niet Netherlands SMP dit. Dat hebben jullie wel een beetje aan de intro gezien. Daar zijn we helaas nooit aangekomen. En we moeten het gewoon in een andere wereld zoeken. We zijn met ons vliegtuig hier neergestort. Het vliegtuig is overigens nergens meer te bekennen. Maar dit is waar wij het allemaal moeten gaan doen. En ik ga het iets anders doen dan normaal. Normaal ga ik altijd vrij snel op zoek naar een huisje bouwen. Maar wat ik nu ga doen, dames en heren. Ik ga denk ik een soort tentje maken van bol. En dan gaan we gewoon een beetje rondtrekken. Totdat we echt een goede spot gevonden hebben. En ondertussen kunnen we dus overal een beetje minen. Een beetje doen. En zo gaan we gewoon een beetje onze draai vinden hier op de server. Heel veel mensen zullen waarschijnlijk ook al mooie plekjes uitzoeken. Dus we moeten wel redelijk snel zijn. Want we zijn nu nog alleen op de server. Maar uiteindelijk gaan er ook andere spelers hier al meedoen. Vanaf morgen geloof ik al. Dus laten wij zeker zorgen. Hoi. Je bent even aan het kijken. Dat mag. Laten we zeker zorgen dat we redelijk snel een mooi plekje gevonden hebben. Waar wij onze grote survival gaan spelen. En mooie dingen gaan maken. Jezus, wat zijn dit hoge bomen. Zit hier nou nog een blok boven? Ja joh. Nou ja, we gaan nog even... Ja, ik wil wel de hele boom weghakken. Want halve boom laten staan is natuurlijk gelijk niet zo netjes op een server. Dus laten wij even kijken hoe hoog dit gaat hoor, dames en heren. Laten we even beginnen met een crafting table. En dan eens even kijken. Zetten we die eventjes hier neer. En laten we dan eens eventjes gaan kijken hoor. Wat stokken heb ik nodig. Zo, laten we dan even beginnen met één wooden pickaxe en één wooden shovel. Ja. Dan gaan we eventjes, nou ja, waar zullen we naar beneden gaan? Zullen we dat gewoon hier doen ook, waar we net die boom hebben weggehakt? Zullen we dat doen? Vind ik een goeie hoor. En dan uiteraard even kijken hoeveel we nodig hebben, maar in principe hebben we redelijk wat steen nodig. Dan is het geen overbodige luxe om redelijk wat steen mee te nemen. We moeten ook op zoek naar wat kool en zo, maar dat zijn zorgen voor later. Dat is een beetje donker voor nu, voor jullie als kijker. Dus dat doen we even op een later moment. Laten we eerst even kijken wat we hier, of we hier genoeg gaan hebben. Stenen, pickaxe, een stenen zwaardje, een oven, een stenen aks van, ja. En willen we dan ook nog een shovel? Ja, laten we dat maar doen. Even kijken, laten we dan ook alvast een kistje maken. Voor onze spullen zo meteen. En ik maak nog een paar sticks. En dan doe ik even zo. Volgens mij, ja, dat zijn fences. Oké, hoeveel kunnen we er maken? Ik denk dat het meer dan genoeg is voor onze tent. Maar goed, dat zien we zo meteen vanzelf wel. Wij moeten, oh, het is nacht. Oh, voor hetzelfde geld waren we... Oh, kijk, daar komt de eerste zombie al aanlopen. Oh, dit gaat helemaal mis, dames en heren. Dit gaat helemaal mis. Hoppa, hoppa. Aan de kant, aan de kant. Ik moet snel wat schaapjes killen. Dat heb ik al gemerkt. Kom eens hier, meneer schaap. En er waren meer schapen hier. Please, voordat we vermoord worden. Dat was niet de planning. Om gelijk... Oh, daar is nog een schaap. Schaapje, schaapje, heb je witte wol? Doe mij er drie, dan kan ik een... Oh, heb ik er drie? Nee, nog maar twee.
We moeten nog... Oh, daar is een schaap. Verstopt. Ja. Komt u maar. Dank u zeer. Oké. Dan hebben wij nu genoeg voor... moeten we even terug naar die crafting table wel. Waar had ik die gezet? Aan de rand van het bos. Daar waar die zombie loopt, volgens mij. Oh, en die creeper. Oké. Het is hier gezellig. Hop. 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 Oh, 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 oh. Hop. Goddammit. Sterf, jongens. Sterf! Oeh, oké. De blaasdingen staan uit, gelukkig. We worden al gelijk helemaal neergepopt hier, oké. Die is dood. Oh, hier hebben we nog een schaapje. Schaapje, schaapje, heb je witte wol? Ik wil deze zombie killen, ja, doe dat maar. Zo, oh, een skeleton. Oh, dit wordt me allemaal iets te gezellig hoor, jongens. We nemen deze even mee. Zo, we gaan heel even hier de cave in. Geef mij de dirt. Zo. Dan zetten wij hier heel even de oven neer. Want nu is het natuurlijk heel erg donker. Dus wat ik even doe, ik doe even het vlees branden. Dan hebben we even wat licht. En dan doe ik heel eventjes zo. Het is allemaal niet mooi, dat weet ik. Don't blame me. De crafting table. Ja. Zetten we die even hier. Dan doen wij eventjes 3 hout. 3 wol. Dan hebben wij ons bed. Die leggen we even hier neer. En dan doen we even slapen. Of gaat dat niet? Er zijn monsters in de buurt. Ja, dat weet ik. Ik wil slapen omdat er monsters in de buurt zijn. Oh, moet ik die eerst gaan verslaan? Nee, toch? Oh, oh shit. Oh shit. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Hey, oh. Recht boven me. Die, bitch. Oh, dit is... Oh, en mijn spawn set is gezet op het bed. Oh, wat is dit irritant. Die, 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 die. Oké. Oh, wat is dit vervelend, zeg. Oh, 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 oh. Kunnen we nu slapen? Nee, er zijn nog steeds monsters in de buurt. Och, 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 och. Nee. Nee. Godzidori. Oh, wat heb ik mezelf weer in de penarie gewerkt hier. Oh, oh, oh. God, god, god. Is hij dood? Ja, oké. Zijn alle zombies en de monsters... Nee, er zit ook nog een spin hier natuurlijk. Ah. Die. Zo. Oké. Was dat het? Kan ik het dan nu dichtmaken hier? Ja. Oké, kan ik dan slapen? Ja. Oké, het is licht, jongens. De rust is wedergekeerd. We kunnen langzaamaan weer naar buiten. Het is weer veilig. Dit was niet zoals gepland. Laten we deze spullen eventjes meenemen allemaal. Want ja, dit was niet helemaal de bedoeling. Zo, maken we het even netjes dicht. Zo. En ja, we moeten eigenlijk nu wel wat meer schapen vinden. Maar we kunnen ook wel even een tentje maken van andere spullen. Is dat misschien een idee? Sneeuwblokken. Volgens mij, daar zit sowieso allemaal sneeuw. Laten we daarvan even maken. We gaan gewoon even op pad. Ik zie hier nog een schapie. Oh, nee, dit zijn ijsberen. Dit zijn geen schapies. Oké, we hebben een schep. Dus daar kunnen we wel wat sneeuwblokjes mee hakken. 17 blokjes. We zitten hier wel midden in een sneeuwgebied. Dat is nou niet per se waar ik zou willen wonen. Dus we gaan iets meer terug deze kant op. Auw, ik liep door de besjes heen. Dat moeten we niet doen. Die doen pijn. Weten we dat ook weer. Ik wil ook niet bij de ijsberen wonen. Dat vind ik ook iets te gevaarlijk allemaal. Kijk uit voor de besjes, Kevin Domes. Je zou zeggen, een ezel stoot zich in het algemeen niet 2 keer aan dezelfde steen. Maar dan ken je Kevin Domes nog niet. Die kan zich makkelijk 15 keer aan dezelfde steen stoten. Waar gaan wij ons eerste tentje neerzetten? De jungle is ook wel heel gezellig, hè? En er zit hier ook een ravijn, zie ik. Met een cave. Zou dit die custom cave zijn waar ze het over hebben? Ik zie daar iron. Oeh, dat ga ik wel even weghakken, hoor. Dat is wel even handig om te hebben, de iron. Maar dit is denk ik wel zo'n custom cave. Ik twijfel. Laat ik dit voorzichtig doen. Maar iron is altijd handig in het begin van het spel. Dus dat nemen we even weer mee. Zo. Komt u maar.
Dan hebben we in ieder geval onze eerste iron tools al. Dus dat is fijn. Ik denk dat wij gewoon hier in de buurt gaan zitten. Ik zie iron, ik zie coal. Ik zie... Oeh, dit gaat diep naar beneden. Ja, dit is een fijne plek. Hier in de buurt gaan wij ons tentje opzetten voor aflevering nummer 1. Maar waar gaan wij dat doen? Misschien dat we dat in een boom moeten doen. Is dat een idee? Dat we hoog en beschut zitten voor de gevaarlijke... Dieren! Hallo daar! Volgens mij was ik heel lucky dat die spin werd aangevallen net op het laatste moment door die skeleton. Oh, oh, oh. Die. Zo. Die spin die sprong bijna in mijn gezicht, maar die skeleton die hitte hem en toen draaide die spin zich last minute om. Crafting table. Komt u eens even hier. Ik wil meer stokken maken. Ja. En daar wil ik graag ladders van maken. Ja. Oké. Okay. 6. We kunnen ergens 6 omhoog in een boom. Oké. Okay. Zetten we het tentje hier zo in de boom. Dan moeten we dit heel eventjes vlak maken. Laten wij nog wel even één boompje hakken. Dan maken we er wel even een mooi plateauotje van. Want ja, dit ziet er natuurlijk een beetje lelijk uit. Laten we even een simpel... Dit is een klein boompje. Een schattig klein boompje is dit. Laten we die even omhakken. Dan maken we even een junglewood plateauotje. Ben je daar nou weer mee bezig? Server God. Wat is er allemaal aan de hand, Server God? Ik ben gewoon rustig mijn ding aan het doen. Daar is die. Het boompje met de ladder. Dan doen wij eventjes hier een crafting tabletje neerzetten. Niemand die ons hier gaat zoeken. In de boom. Hoop je dan toch? Denk je dan toch? Wat zullen we dan eens doen, hè mensen? Wat zullen we dan eens doen? Waar gaan we ons tentje dan neerzetten? Ik denk dat wij het tentje van ijsblokjes dan zo neerzetten eventjes voor nu. Eén. Oh, dit is vervelend. Dit is jammer. We maken er wat moois van, hoor. Och, och, och. Ik ben eventjes aan het struggelen hier. Om er wat moois van te maken, want... Oh, oh, oh. Ik wil eigenlijk nog één stukje hier zo opzij. Dan doen we hierboven gewoon eventjes, hè? Het is maar een tentje. Doen we hierboven gewoon even deze. En dan eindigen we eventjes met deze. En hier aan het einde een tentstok. Maken we er toch nog even wat slabs bij, want dit wil ik dan eigenlijk ook nog even zo hoog hebben. Ja. Kool hebben we nog niet. Ik heb hier nog wel... Oh, 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 oh. Kevin, wat ben je allemaal aan het doen? Oké. Okay. Zo, doe maar even zo dan. En dan kunnen we dat iron een beetje smelten. De sneeuwblokjes doe ik even hierin. Witte wol doen we ook hierin. Een soort van orde, dames en heren. Een soort van orde. We hebben spulletjes een beetje bij elkaar. We zitten hier boven in een boom. Oh my god. Ze hebben me gevonden. Hallo. Meneer. Meneer. Wat gebeurt hier allemaal? Waarom zijn jullie op mij aan het schieten? Dit vind ik helemaal niet leuk. Ik ben hier net. Het gaat allemaal niet zo goed, jongens. Laten we maar even slapen. Zo, het is weer dag. Die meneer is nog niet weg, dames en heren. Is hij weg? Nee hoor, hij staat gewoon onder mijn huis. Laten we deze aflevering heldhaftig sluiten, dames en heren. Laten we deze aflevering als helden afsluiten. Wij gaan naar beneden. Waar is die meneer? Oh, en zombies ook nog. Ja, dat wordt lastig, denk ik. Ik denk als we hun allemaal aan willen kunnen... Zowel de skeleton als de zombies als die meneer die aan het schieten is hieronder. Moeten we toch heel even iets meer voorbereid zijn. Dus ik denk dat ik het toch voor nu eventjes hierop ga laten. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. We hebben een eerste afleveringetje gedaan. We zitten hier met onze tent boven in een boom. Angstig voor zombies en allerlei andere mobs. Maar het is een begin. En we gaan veel meer mensen tegenkomen. Wij gaan vanuit deze boom waarschijnlijk nog wel rondtrekken met ons steentje en alle spullen. Maar voor nu is dit denk ik wel een redelijk beginnetje voor aflevering nummer 1. Ik wil die meneer eigenlijk killen, maar ik ben bang voor de zombies. Ja, dit wordt niks. Mensen, bedankt voor het kijken. Hopelijk tot de volgende keer. En zoals altijd vanaf hier, ciao.